Hallo, uh, net weer wat nieuwe spullen binnen. Ik zit gewoon op het kantoor en dit is wel vet, dat is van Abraham Moon. Iedereen die van authentiek tweet en de real deal houdt, die kent Abraham Moon en soms. Waarom? Abraham Moon is een van de weinige weverijen die gewoon volledig het hele productieproces van wat een schapen vrede en scheid tot aan de stof die eruit komt uh, in beheer heeft. Dat heet vertical, omdat je vroeger in die gebouwen die weverij zat, had je verticaal op elke Um, verdieping had je een onderdeel van het stofmaakproces zitten. Waar die schapen waren, die stonden dan waarschijnlijk in de kelder of zo. Ik weet niet. Even een eerste korte indruk. Um, we zullen al die boeken zo meteen nog op video zetten en online zetten. Dus hier heb je een aantal Highland Tartans. Ja. Voor de liefhebber van Brits, Engels, Schots en klassiek. Een must natuurlijk. En dat is wel grappig. Ze hebben eigenlijk ook allemaal een eigen naam. Hè? Niet iedereen weet dat. Dus hier heb je een Royal Steward. Dat is een rode deze. Je kent hem. heb je de Black Watch. Dus niet de Nightwatch. Dat is Jon Snow. Ik hoorde de eerste dat bij Game of Thrones het boek eens een keer opschiet. Wie weet wordt het nog een keer wat. Mocht ik ooit geld hebben, dan ga ik dat laatste seizoen opnieuw doen. Maker, Je mag solliciteren. Dit is een Robertson. Dan zie je ook weer dat groen met een wit kruis er doorheen. En in het midden een blauw kruis met een kleiner gebeuren. Je zou denken dat het een reclame is voor Windows. Dat was een grap. Dit is een Black Stewart. Goed gewicht ook allemaal, daarom hou ik het zo vast. Hè? Dan zie je de kleuren beter en er is hier nu gewoon daglicht. Dus Rob Roy, u kent hem, de kapitein. Heb je hebt dan ook een Blackwatch, maar dan in een ander gewicht. Dat is de zeer dus bekende Gordon, die kennen we ook allemaal wel. Een hunting steward. En kijk, je kan hier dus vesten mee laten maken, hele pakken, jasjes, broeken. Uh, je kan het als accenten gebruiken, weet ik veel dat je alleen er een zakken van laat maken. McKenzie. Die Black Stewart dan weer. En dit zijn dan verschillen in gewichten of in compositie. Dus daar kunnen we ook even naar kijken. Kijk, dit is bijvoorbeeld een 100% wol. Die smit Je zou denken, dit is van Burberry. Ik ga dit eens vragen. Ik denk dat Burberry ooit heeft moeten betalen om die ruit van een over te nemen of dat te tweaken. Dus een Camel Thompson heette dat dan origineel. Dat is ook een 100% wol, 375 gram. Een Stop 430, dat is echt mooi, goed heavyweight. Dus daar zou je ook bijvoorbeeld een jas voor na deze temperatuur. Zoals vandaag kan wel, maar dan wat anders. Ancient Dress Steward, dus dat kan je ook mooi voor die highland rokken gebruiken. Staat ook heel stijl, voor bij de meer modieuze dames. Heb je weer zo'n Blackwatch, zagen we net ook al. Dit is een 100%, won, 600 gram. Dus letterlijk kan je dit oprollen en dan heb je een knuppel. En gewicht is heel belangrijk hè, voor hoe het valt, vooral met dit soort kleding. Ja, ja, hoe je dit uitspreekt is voor mij... een Grote vraag. Varkur Harsson of zo. Yeah. Fark. Ja. Vark. Ik denk het wel. 600 gram. Dus hier kun je ook mooi. Daarom hebben we die viruswatjes op de zaak. Kijk, als je iets wil uitgeven. Een tweedelig pak hiervan is uh, volledig bespookt. 1200 euro. Uh, een broek 400, weet ik veel. En een Colbert 800 uh, dan. Um, ja, dat is wel belangrijk om te weten. Manage expectations, hoe dat valt. Kijk, hier ga je de mooiere kant op. Dan gaan de prijzen omhoog. Hè? Die 75% Wool met je 5% Kashmir. En ja, dat voelt zacht. hè, Dat zie je ook. Het valt ook anders. Dus dat is wat plezierig. Heb je weer zo'n Gordon. Nee, ook weer. Heb je weer zo'n dress Gordon. Die is ook wel heel vet. Misschien moet ik daar zo'n vest van laten maken. Rood vind ik voor mezelf een beetje too much in deze. Aan de andere kant, why not? Heb je weer zo'n Black Watch. Eens kijken wat deze dan weer doet. Hoi. Dit is 88% wol en dan 12% PA. Dat zal iets artificials zijn. En mensen denken tegenwoordig van: ja, oh, dat is nog goedkoop. Nee, man, dat is de hele toekomst. Polyester is een dusdanige grote familie qua ja, vezels en chemische, chemische vezels. Om het zo maar even te noemen, technical fibers. Daar kun je alles mee. De polyester zit een miljarden variant in, letterlijk. Hè. Het is een computer uh, in toetsen. Uh, je hebt wat. Dit is erg fijn ook. Dus dit soort dingen worden ook bijvoorbeeld voor roeiclubs gebruikt. Voor de herenclubs. Um, ja, bepaalde bedrijven vroeger. Een firma uit Schotland, daar heb ik ruzie mee gemaakt. Dus die doen geen zaken meer. <laughs> Zo gaat het ook, hè? Gordon. Sorry jongens. Maar ik most. De office manager niet. Het is leuk dat je de office daar manage. Maar mij manage je niet, uh, young lady. Get the fuck out. Black Stewart. Goed. Dress Gordon. Oké. Okay. En hier nog een. Nee, hey, dat is apart. De tarters zijn en heel licht. Dus Ivy League, beetje preppy, alles kunnen we maken zoals jij dat wilt, dat is bespoke. Mijn naam is Jean-Paul Samson, nieuwe collectie van Abraham Moon, zijn volledig binnen. Kom een keer langs als je van Tweed houdt, de Schotse stoffen en gewoon echt de goede kwaliteit. Daarmee leef je bijdrage aan je eigen uitstraling, maar ook inderdaad aan fair trade, sustainability, etc. Um, ja, dat zijn ook belangrijke dingen, daarom ons motto bewust gekleed. Dus, Abraham Moon, lieve mensen, hartstikke bedankt, mazzel, doei.